onderzoek Nieuwe Ogentest. Wij onderzoeken met een ogentest of je kind goed ziet. Deze test gaat bij veel kinderen direct goed. Maar soms ziet een kind slecht of, en dat zien we vaker bij peuters en kleuters, lukt de test niet omdat een kind zich nog niet kan concentreren of gewoon moe of verlegen is. Dan wordt de test herhaald. In Den Haag onderzoeken we samen met TNO een nieuwe methode om oogafwijkingen op te sporen. We gebruiken daarbij een camera met een leuk gezichtje die geluiden maakt. De vraag is of het gebruik van deze camera een goed alternatief is voor het onderzoek met de plaatjes of de rondjes. Een assistente voert het onderzoek uit. Zij zit tijdens het onderzoek op 1 meter afstand met de camera in de hand. Met de geluidjes en een gezichtje op de camera trekken we de aandacht van jouw kind. Die hoeft maar heel even recht naar het neusje te kijken. Het onderzoek met de plaatjes gebeurt altijd op een vaste plek. Met de camera bewegen we net wat makkelijker met je kind mee. High five? Nee. Je kind doet 2 testen. De resultaten van het onderzoek met de camera worden vergeleken met die van de zogenaamde plaatjestest. Zo krijgen we goed in beeld of de nieuwe methode werkt voor alle Nederlandse kinderen. Als we twijfelen over de uitkomst van het oogonderzoek, wordt je kind doorverwezen naar een oogarts. In de onderzoeksfase is dat het HMC, het Haaglanden Medisch Centrum. Zij zijn bij het onderzoek met TNO betrokken.